Welkom bij de Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martijn van der Linden en te gast zijn Teunus Broosens, hoofdeconom bij de ING en Bas Dommerold. Toezichthouder bij de AFM en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. En we gaan het vandaag hebben over de digitale euro. Welkom Teunus, welkom Bas. Leuk dat jullie er zijn. De digitale euro, wat we hadden bedacht, we gaan eerst iets de achtergrond van de digitale euro bespreken, dan de doelstellingen en dan het verdere ontwikkelproces van de digitale euro. Maar misschien is het goed om nog eerder te beginnen. En dan eigenlijk, wat is de digitale euro eigenlijk? Ja, ik denk een goede vraag. Ik denk, veel mensen vragen zich misschien af, ja maar ik betaal toch al minstens 20 jaar met een digitale euro. Hè? En ik denk het belangrijkste verschil is dat het digitale geld waar je, wat je nu hebt en waar je nu mee betaalt, hè, dat is uh, uitgegeven door een commerciële bank. Um, terwijl de digitale euro waar nu over gedacht wordt en waar nu aan gewerkt wordt is geld dat is uitgegeven door de centrale bank. Ik denk er zijn meer verschillen, maar dit is het belangrijkste verschil uh, wat er is en wat de digitale euro anders maakt dan het digitale geld wat we vandaag de dag hebben. Heb jij nog iets aan toe te voegen Bas? Nee, ik denk dat Teunis het heel goed, uh, heel goed uh, samenvat. Dat is het, uh, dat is het wezenlijke, uh, wezenlijke verschil tussen inderdaad uh, de manier waarop we nu betalen en uh, hoe we mogelijk in de toekomst met een uh, met een digitale centrale bankmunt betalen. <laughs> digitale euro. En de afgelopen twee jaar is die digitale euro opeens een heel hot onderwerp geworden. Zelfs bij de Europese Centrale Bank zelf. En de DNB heeft eigenlijk een hele omslag gemaakt in het denken over zo'n digitale euro. Uh, en misschien is het wel goed om die achtergrond te, schet te schetsen. En waar is het in jouw ogen begonnen, Teunis? Ja, ik, wat mij betreft is 2019 het, het omslagjaar. Hè? Wat je eigenlijk tot 2019 zag. En toen hadden we natuurlijk al jarenlang Bitcoin en de cryptowereld. En je zag dat centrale banken daarnaar keken: van nou interessant, om allerlei redenen. Technisch, monetair, economisch. Maar de, dus er werd onderzoek naar gedaan, uh, er werd over gediscussieerd en dat was het. Maar wat er in 2019 echt fundamenteel veranderde. was dat Facebook met de aankondiging kwam: wij willen de Libra gaan introduceren. Een. een ja, commerciële munt uitgegeven door Facebook. Of in ieder geval he, door een consortium waarvan Facebook een belangrijk lid was. Uh, en gebaseerd op een mandje van valuta. En toen uh, schoot de angst er eigenlijk een beetje in, in de centrale bankwereld. Omdat men dacht van, wacht nou eens even. Stel nou een scenario dat in Europa straks iedereen met die Libra gaat betalen. En dat kan, want Facebook is groot. Heeft 2,5 miljard gebruikers wereldwijd. En heeft he, de mensen en de financiën om zo'n munt tot een succes te maken. Dan staan wij, als iedereen met die Libra betaalt, staan wij als Centrale Bank met onze euro, met ons monetair beleid, wat aangrijpt op de euro, staan wij buitenspel? Dat willen we niet laten gebeuren. Dus toen is men in de actiesmodus geschoten. Enerzijds Facebook de boodschap gegeven: jongens, dat gaan we dus niet doen met die Libra. Nou, dat, Facebook heeft de plannen inmiddels in de koelkast of eigenlijk in de ijskast gezet. Uh, en ten tweede zijn centrale banken aan een, een eigen digitale munt uh, gaan werken. Omdat men dacht: van ja, oké, okay, we kunnen enerzijds. willen we dus niet dat die Libra er komt. maar dan moeten we de burger misschien ook wel een alternatief. Een eigen digitale munt geven. En het tweede wat toen ook gebeurde, toen men zo daarmee bezig was. Uh, kwam men erachter: hé, hey, die Chinezen, de Chinese centrale banken. Die zijn al even bezig. Die zijn al sinds 2014 aan een eigen centrale bankmunt aan het werken. En waarom zouden wij ons in Europa daar zorgen over maken? Nou ja. In een wereld waarin geopolitiek weer belangrijker wordt. En er eigenlijk de munt ook steeds meer onderdeel wordt van de machtspolitiek tussen, uh, tussen overheden, dacht men ook van ja, als die Chinezen een digitale munt hebben, we weten niet precies hoe dat ons kan beïnvloeden. Maar misschien is het maar beter dat we er zelf ook aan één gaan werken. Dus ik denk dat die twee elementen eigenlijk het, de kern zijn waarom we in Europa ook heel hard aan de slag zijn gegaan met de digitale euro. Mm -hmm. Bas? Ja, ik denk dat dat, een, dat, dat dat zeker het omslagpunt was inderdaad, um, waarop uh, inderdaad centrale banken wereldwijd uh, echt, uh, echt mee aan de slag gingen. Maar ik denk dat uh, een tweede factor wat bij, het, uh, bij de discussie uh, en de, de ideeën over het digitale euro een rol speelde, was natuurlijk de crisis. Uh, ook de bitcoin is natuurlijk uh, nou, een beetje een sfeer opgericht van, hein, als alternatief voor, uh, voor het banken. Bankensysteem wat uh, nou ja, problemen had gegeven. En um, er was natuurlijk ook best wel veel discussie na de, uh, na de crisis over dat we nou ja, misschien financiële geld toch niet helemaal goed hadden begrepen. De, hè, de berucht, beroemd is natuurlijk die uitspraak van de koningin van, uh, van Engeland, die op een gegeven moment een groep economen van nou, hoe kan het dat, dat we het niet zagen aankomen? Ja. Um, en ook nu, uh, je merkt dat we. Um, nou, laten we zeggen op het vlak van, van inflatie ook niet altijd even goed grip hebben en goed, helemaal goed snappen. Dus um, nou, dat riep dan ook natuurlijk wel weer vragen op over, uh, en, en vooral in de academische wereld toen nog, uh, van ja, hebben we het nou wel juist? En, uh, en kwamen er ook allerlei ideeën. We hebben toen nog met het Chicago-plan op een gegeven moment uh, uh, een, een soort seminar uh, over gehad toen. Um, ja, misschien goed, wat is het Chicago-plan? Het Chicago-plan is eigenlijk een... Uh, 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 na de, de vorige financiële crisis, zeg maar de grote financiële crisis in de jaren 30... toen um, was er eenzelfde discussie na de crisis... Hè, van hoe, hoe gaan we zorgen dat het systeem steviger wordt... en, en dit soort dingen niet meer gebeuren. En um, was er, uh, is er uiteindelijk uh, uh, glass steel act zijn er gekomen... die uh, zeg het, het, de, de, de risicodragende activiteiten van... Um, spaarbanken en, en, en laat zeggen de, de, de nutsbanken uh, aan, aan banden hebben gelegd. Maar daar lag toen ook een alternatief voorstel... wat het Chicago-plan uh, is. En eigenlijk was dat... Nou, liep dat, denk ik, zeker... Ja, kun je nu wel zeggen, toch een beetje op zijn tijd... Uh, was, was het een beetje te vroeg, zeg maar, liep op zijn tijd vooruit. Um, want daarin stelden ze eigenlijk dat uh, de centrale bank... Of in ieder geval de, um, ja, de centrale bank eigenlijk een... Ja, een, een, een een, een, een digi nou, het was niet digitaal, maar dan een soort, soort uh, boekmoney zou moeten uitgeven. Hè? Dus een uh, administratief geld uh, beschikbaar zou moeten stellen. Um, zou kunnen zeggen, dat, dat was, is er natuurlijk al met, met, met de huidige reserves. Maar goed, anyway, dus dat, 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 dat was toen een plan in de, in de, in de jaren dertig. En uh, dat is eigenlijk, um, nou ook onder andere door, die, door de IMF toen weer uitgelicht. Koemov, ja. die uh, heeft er toen dat uh, bekende artikel over geschreven. En um, nou, dat was ook een hele grote stroom waar ook onder andere ons geld, denk ik, uh, door geïnspireerd uh, werd. En ook in, uh, in andere landen had je hein, positive money. En, um, is dat een discussie die is aangejaagd? En uh, nou, ja, uiteindelijk bij ons de WR heeft er een, een, een onderzoek naar gedaan. Uh, en eigenlijk voordat, um, voordat uh, de Libra werd aangekondigd door Facebook en naar de centrale banken omgingen... ...zag je al wel dat, um, nou, dat de WER dus ging zeggen... Ja, uh, we zien misschien wel, uh, toch wel wat, uh, zit er misschien toch wel wat in. Hè? De, misschien is een digitale munt toch wel uh, verstandig om te gaan, uh, gaan onderzoeken. Dus ik denk dat dat, uh, inderdaad dat, dat punt van, uh, van, van de Libra en Facebook, dat was het omslagpunt. Maar daar, daar, daarvooraf denk ik dat, de, laten we zeggen, de, de weg daar naartoe begon bij, bij de financiële crisis toch wel. En, uh, en, het, en het opnieuw nadenken over uh, bepaalde fundamentele uh, aannames. Nee, ja, zeker. Daar ben ik het zeer mee eens. En zelf, je noemt het al een beetje om mezelf, denk ik dus dat digitalisering in zichzelf ook een grote rol heeft gespeeld. Dus je kunt zeggen, het betaalsysteem is de afgelopen jaren gewoon gedigitaliseerd. Banken hebben hun processen netjes gedigitaliseerd. Nou, de publieke munt is gewoon heel erg achtergebleven. En nu is dat bewustzijn ontstaan van, ja, die publieke munt is gewoon eigenlijk een soort uh, ja, reliquie uit een oud tijdperk. En die centrale banken hebben, hebben we aan alle kanten voorbij geschoten, dus we moeten daar wat aan doen. Ehm... Um, en dan, dus nu wordt er aan die digitale euro gebouwd plots, de ECB is in actie gekomen en de, de vraag is ja, wat is het dan eigenlijk het doel van die, de, van die, van die digitale euro? Um, en ik denk dat wij met z'n drieën het beste zijn dat het heel onduidelijk is, dat de ECB het eigenlijk slecht heeft gedefinieerd. Uh, en misschien de, gewoon dan de, de, de vraag van, um, ja wat zouden volgens jou de doelen moeten zijn van zo'n digitale euro? Wat zou zinvol zijn? Ja, wat het zou moeten zijn, dat, dat vind ik nog best wel lastig. Mm -hmm. hè, want de, de lijst van mogelijke doelstellingen is, is heel lang. En uh, hè, ja, uit, ja, ja, daar moet je een keuze uit maken. Hè. Die, kijk, ik denk dat die geopolitieke overwegingen, dat is even los van de digitale euro zelf, maar dat zijn hele belangrijke overwegingen. Hè. De rol van Europa in de wereld, uh, afhankelijkheden, ja en nee. Uh, dus dat, dat, is, dat is een belangrijke discussie. Uh, ja, welke rol de digitale euro erin kan spelen, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Uh, en dat hangt er ook weer heel erg van af uh, hoe die er dan uit zou uitgaan gaan zien. He, want als je het hebt over geopolitiek en de rol van munten op het wereldtoneel... He, op internationale uh, financiële markten, maar ook voor handelstromen... dan heb je het niet over een, een munt die gericht is op uh, particulier betalingsverkeer. He, dus een munt die gebouwd is om te kunnen betalen bij de supermarkt bijvoorbeeld... Ja. Dan heb je het over een munt, een centrale bankmunt wellicht, die bedoeld is om grote betalingen uh, tussen importeurs en exporteurs, uh, tussen financiële instellingen. Uh, en grensoverschrijdend ook vooral, uh, en valuta-overschrijdend, van de euro naar de dollar, uh, van de euro naar de pond enzovoort. Dan heb je het meer daarover, uh, dus over dat, dat wereldtoneel. Terwijl het project waar we nu mee bezig zijn, dat richt zich echt op de binnenlandse particuliere betalingen. Dus ja, die geopolitiek is belangrijk... maar de vraag is, adresseren we die nu... met het project zoals, met de vorm die het nu heeft? Hm, weet ik mm -hmm. niet. He, ik vind die doelstelling... Uh, je, je moet uitkijken... wat je met, laat ik zeggen, big tech munten doet... He, dat je er niet te afhankelijk van wordt. Ja, lijkt me een belangrijke doelstelling. Daar is mijn vraag vooral... heb je een digitale centra centrale bankpunt nodig... Mm -hmm. om he, als, als tegenwicht... Of kan je het ook met private oplossingen af? En anderzijds, is een centrale bankmunt voldoende om die big techs uh, en hun munten uh, uh, je van het lijf te houden? En over dat laatste heb ik grote twijfels. Mm. Hè? Omdat uh, de kant die het nu een beetje lijkt op te gaan, is dat de digitale euro straks, en dan heb straks over echt een aantal jaren, ik denk dat dat al gauw 2026 of later is voordat we hem hebben hoor. He, maar ik, de situatie straks is dat de centrale bank geeft die digitale munt uit. Uh, maar het is heel waarschijnlijk dat commerciële partijen de distributie gaan doen. Dus mm -hmm. uh, de banken, maar ook big tech bedrijven gaan de app bouwen, waarmee wij gewoon met z'n allen, wij als burger, uh, die digitale euro op rekening hebben en waarmee we er betalen. Mm -hmm. Dus die big tech bedrijven die gaan natuurlijk ook. Uh, die digitale euro uh, aanbieden. En die gaan proberen om ons uh, nog verder in hun, op hun platform uh, gevangen te houden, uh, zogezegd. En die maken hun platform alleen maar aantrekkelijker door die digitale euro erop te integreren. Uh, dus ja, is, dit, is de digitale euro dan het antwoord op de vraag: hoe hmm. kunnen we die big techs uh, onze afhankelijkheid daarvan beperken? Dat vraag hmm. ik me af. Um, ja, er zijn nog een aantal andere doelstellingen. Hè. Financiële inclusie is er zo één. Uh, ja, er zijn mensen die geen bankrekening hebben, die buiten het financiële stelsel vallen. Is een digitale euro daar een passend antwoord op? Ik denk dat, dat, heel, dat, dat die vraag heel of het antwoord op die vraag heel erg verschilt of je hem stelt in Europa ja. of in Afrika, ja, Azië, ja. Noord of Zuid-Amerika. In Europa vraag ik me af of hier een heel groot probleem is waarvoor de digitale euro nou echt het antwoord zou zijn. Dat, dat vraag ik me af. Um, ja, en, en ja, er zijn nog een ja, aantal. We andere... hebben natuurlijk vaak ook het behoud van publiek geld als doel. Kijk, dat is kijk, hè, en um, je ziet dat dat nu een doelstelling is die mm. de ECB eigenlijk ook uh, na twee jaar een beetje zoeken. Lijkt dat een doelstelling te zijn waar ze een beetje op geconvergeerd zijn. Hè, van we willen op de digitale markt willen we het publiek toegang laten houden tot centrale bankgeld, tot, mm. tot publiek geld. En ik denk, kijk, dat is, euh, laat ik zeggen, die andere doelstellingen waar we het tot nu toe over hebben gehad, dat zijn een beetje, ja, daar kun je, dat is, kun je op feiten gebaseerd, kun je daar een beetje over discussiëren. Dit is een principe kwestie. Ja. Dit is eigenlijk het principe, vind je ja of nee, dat het publiek ook in een digitale wereld toegang moet hebben tot centrale bankgeld. Ja, dan kun je met feiten gooien, maar het is uiteindelijk een principe kwestie. Vind je dat belangrijk, ja of nee? Bas misschien? Ja, misschien sowieso goed om even te zeggen nog dat ik uh, hier uh, um, um, niet zit namens de AFM, hè, maar uh, op persoonlijke titel. Um, en, um, ja, en als je het dan hebt over uh, wat is het doel, wat zou het doel moeten zijn van, uh, van, een, uh, van een digitale munt, Ja, ik denk inderdaad dat je nu vaak uh, ja, toch wel convergentie ziet, inderdaad, rondom het idee dat het gaat om uh, nou, enerzijds dus, 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 dus laat zeggen een stukje behoud uh, van monetaire grip ook um, mm. um, als iets naar een, een, een Facebook omgeving een Facebook moment zou bewegen dan wordt het voor de centrale bank nog helemaal lastig om, uh, om de prijsniveaus uh, uh, enigszins te sturen um, en een tweede is denk ik dat uh, tweede doel is denk ik dat um, ...op dat moment ook al wordt gezien als uh, het hebben van een backup... ...en het verminderen van de afhankelijkheid van, van commerciële banken. Um, en ik denk juist in Europa uh, um, zien we dat die afhankelijkheid heel groot is. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Amerika, dan, dan zie je dat veel meer... Um, ...laat zeggen, van de, de financiering en, en de, de functie van banken... ...door markten uh, uh, wordt uh, uh, vervuld en... Um, nou ja, dat, dat past ook wel een beetje in de ambities van uh, de, de Capital Markets Union. Uh, dat we meer uh, marktfinanciering hebben en wat minder afhankelijkheid van, van, van de grote systeembanken. En ik denk ook dat de digitale euro daaraan kan bijdragen. Ja, en, en hoe zou die er dan ook bij kunnen dragen? Op welke manier? Nee, vanuit het idee van een, van een, van een backup systeem, als het ware. Dus, uh, maar dat is inderdaad waar je dus over kan, uh, kan discussiëren. Hoe specifiek uh, uh, zou een. Uh, dan zou uh, zo'n zo, zo, zo digitale euro uh, een plek moeten hebben in de markt? Hè. Dus, dus dan bedoel ik mee van, uh, is het, uh, wil je dat het, uh, moeten we terug naar de jaren zeventig, uh, uh, waarin eigenlijk 99% van de betalingen via publiek geld liepen. Je ging eigenlijk alleen, de bank was alleen betrokken bij grootzakelijke betalingen. En uh, misschien als je een huis kocht en bij de notaris, hè, dan ging je naar de bank en deed de bank, deed de transactie. Maar 99% ging gewoon via publiek geld. Nou, Is dat het doel? Moet het sompositie positie worden? Of, of wordt het meer, een, en dat is denk ik waar, ze, waar men nu op stuurt, een soort backup-idee van, nou, we hebben, moeten in ieder geval een terugvaloptie hebben met publiek geld. Dus het hoeft niet meer naar 99%, maar het moet wel levensvatbaar zijn. Dat, dat, dusdanig levensvatbaar zijn dat, er, dat het dus kan bestaan naast. Uh, naast andere uh, betaaloplossingen. Maar dat is inderdaad, nu ja, nu is het, hoor je het vaak in de vagere termen van inderdaad grip op het monetaire systeem of verminderen van afhankelijkheid van de banken. Maar ja, die, die, volgens mij moeten de doelstellingen uiteindelijk concreet en uh, smart gemaakt worden. Dat je, dat je ook achteraf kan zeggen: van, hey, het, het is gelukt of niet. <tie> of uh, tik je meer of tik je minder. Uh, Zeker als je het hebt ja, en, over. Ja, en, maar wat je nu zegt, kijk, als je publiek geld wil behouden. of de publiek, publiek, publieke rol. waarom zou je eigenlijk niet geen publieke depositbank implementeren? Is dat niet veel makkelijker? Dus als dat het doel is, dan ben ik het eigenlijk wel met teun eens. wat is dan het juiste instrument om dat te realiseren? Dus men is heel erg in die CBDC-discussie uh, gedoken, eigenlijk. Uh, maar er zijn misschien hele andere manieren om hetzelfde te realiseren. Dat je gewoon meer betalen krijgt met publiek geld. Dat kan ook via een publieke depositbank. Ja, klopt. Maar nou, daar is natuurlijk discussie over geweest, mm -hmm. maar. Volgens mij is dat, ja, is dat inmiddels een beetje gepasseerd, Station. Men heeft ja, nee, nou precies, voor deze optie precies, gekozen? Precies. dan kun je inderdaad zeggen, is dat juist ja, een keuze ja. geweest? Ja. Maar er komt een herkansing, hè, in zekere zin. Oh, ja. ik, heb, ik, ik vind het interessante, vind ik, eh, precies wat je zegt, Martijn, dat, dat we eigenlijk over die vraag heen zijn gestapt in Europa. Hè, eh, of eigenlijk over alle fundamentele vragen rondom doel, en, en wat zijn de, hè, de hogere doelen die een digitale euro moet dienen. En, en wat zijn op hoog niveau dan, dan ja, welke keuzes willen we daarin maken? En dat het wordt heel erg technisch en operationeel aangevlogen. Ja, ja. Uh, uh, ja, hoe gaat hij er concreet uitzien? Uh, nou, de, de concrete problemen. Hoe ga je dat managen met banken en andere? In? Nou, hè, terwijl uh, wat je ziet bijvoorbeeld in Amerika, zie je meer, eigenlijk veel meer een debat uh, van ja, we kunnen CBDC doen, centrale bankgeld. We kunnen ook zeggen, uh, we laten stablecoins geven de vrije ruimte. Wat eigenlijk zou je kunnen zeggen, de full reserve... Hè, volledig gedekte, als ze goed gereguleerd zijn. Ja, als goed is goed als, hè, ja, als die dekking ja, er is. Belangrijk, hè belangrijk. Dus, ja, ja. uh, maar uh, goed gereguleerde. Ja, ja, een private Full Reserve Bank is het eigenlijk. Precies, een ja, private Full Reserve ja. Bank. En omdat het dan op een uh, blockchain staat, noemen we het plotseling Stablecoin. Maar het principe is vanuit economisch perspectief exact hetzelfde. En wat je in Amerika ziet, dat er inderdaad een beetje een debat plaatsvindt van ja. Wat is nou de beste manier? Moeten we nou uh, op CBDC inzetten? Moeten we nou op stablecoins inzetten? En dat zie je eigenlijk heel voorspelbaar verlopen. Democraten zitten meer in het kamp van CBDC. De Republikeinen meer in het kamp van... Nou, laat het aan de markt over stablecoins. Maar in ieder geval is daar iets van een debat. En, en hier is dat debat er eigenlijk niet. Hè? Het, is gewoon, het is de digitale euro, dat is wat het wordt. Uh, stablecoins worden uh, hè, onder de Markets in Crypto Asset Regulation... die in Europa in de maak is... Uh, Streng gereguleerd, dat is ook goed, hè, want mm -hmm. dat, die onderliggende uh, reserves moeten er zijn. Mm -hmm. hè, maar ook, en, en dat vind ik toch wel een, een, een bijzonder punt, uh, de centrale banken die krijgen een heel um, breed omschreven veto-recht op stablecoins onder die, die regulering. Uh, en dat is eigenlijk in termen van, nou, als de centrale bank van mening is dat het betalingsverkeer of het monetair beleid in het geding komt door een stablecoin, kunnen ze uiteindelijk gewoon een veto uitspreken over een stablecoin. Dus ook daar zie je, vind ik eigenlijk, dat we in Europa zonder heel veel debat heel erg het zwaartepunt leggen op, op het centrale bankgeld. En eigenlijk, ja, die stablecoins mogen dus wel, maar er hangt wel een zwaard van Damocles boven van, jongens, niet te groot worden, want dan uh, gaat je kop eraf. Ja. Nou, daar ben ik wel helemaal mee eens hoor. Is, er is wat dat betreft, veel te weinig uh, wordt erover gesproken. Er um, wordt wel over gesproken, maar dan is het vaak heel technisch, en dus ontoegankelijk uh, voor, voor, voor het bredere publiek. Um, en het is inderdaad, uh, ja, je, je kunt absoluut zeker uh, uh, kijken in, in hoeverre um, je beter kan spreken over stable coins. Dan over uh, stable digital euro's. Dan over de uh, laten we zeggen, meer account-based. Uh, ...digital euros hebben, waarbij je de, de echt uh, spreekt van... ...ik heb een rekening bij de centrale bank. Um, ja, probeer dat verschil eens uit te leggen. Inderdaad, in de makkelijke taal. <laughs> uh, heeft, als je een rekening hebt, dan, dan kun je... Um, um, dan, ...dan is een zeg maar een... Uh, dan, ...dan wordt, ja, het is eigenlijk een administratief verhaal. Uh, uiteindelijk, volgens mij, heel, het is niet, 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 ja, niet heel wezenlijk... Uh, een heel wezenlijk verschil. Het is een, wel, leidt wel tot, 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 tot andere nuances, zeg maar. Maar het verschil is, is, is of jij een, een, een munt hebt die je um, ja. um, eigenlijk via een DLT-techniek kan overdragen... waarbij eigenlijk in, die, in, in, de, uh, in, in de trail van zo'n munt alle informatie zit... versus dat je zegt, nee, ik heb gewoon hier twee namen en ik heb twee rekeningen op een naam... En eh, ik draag altijd van de een naar de ander over. En totaal moet altijd één zijn. En DLT, de, 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 de Distributed Ledger Technology, maakt het mogelijk om dat als het ware in één te vatten. Mm -hmm. um, maar volgens mij is, 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 het qua, ja, is dat echt een technische discussie. Um, maar dat maakt het ook lastig. Hè? Want als je een technische discussie voert over zoiets wezenlijks als geld, dan leidt dat natuurlijk wel snel tot, tot het gevoel van: oh, het gaat wel over geld. Ja, ik snap het niet helemaal goed. Uh, <laughs> ja, ja. Dat, uh, dat krijg je dan wel. Dat, dat, dat maakt het lastig. Maar daarom zeg ik ook: volgens mij moet je heel concreet maken wat je doelen zijn, inderdaad. En maak, maak smart doelstellingen. Oké, okay, je het uh, lijkt me heel legitiem dat je zegt: We hebben altijd in de, in de geschiedenis uh, een heel groot deel publiek geld gehad. Het is ook altijd belangrijk geweest. Um, om verschillende redenen is het zo ontwe heeft het zich zo ontwikkeld. Dat willen we borgen. Um, en dan is de vraag: uh, hoe groot moet het zijn? Wat is, wat is een minimumniveau? Wat is een maximumniveau? Een keer een aantal opties. En maak je dus smart. Maar, maar doe eens een voorzet: de 30%, 70%? Ja, dat, dat lijkt, me, lijkt me. Nou, dat heeft ook te maken met de limiet. Hè? Want het ja. huidige voorstel voor de digitale euro is het idee dat er een limiet komt. Hè? Dus ja. we, nou, misschien dat we daar nog straks aan toe komen. Maar het idee van bankruns hè, um, is een is zorg altijd geweest bij deze ideeën over, over, een, uh, over laat zeggen, een digitale vorm van geld had het idee geweest, ja, maar dan wordt het wel heel makkelijk om uh, een bankrun te scheppen, want dan is het druk op de knop, terwijl normaal moet je dan toch naar de bank toe en in de rij staan, en uh, nou, dan, dan, dan is dat een soort barrière, dus dan worden bankgrunts, nou vinden we, dat is terecht ook dat we dat vinden, dat is eng, ja. dat wil je dat wil je voorzichtig mee zijn, dus um, um, is er gezegd van nou, laten we dan, of wordt er nu gezegd, laten we uh, dan een, limiteren hoeveel geld jij mag opnemen, als het ware, of aanhouden in digitaal mag opnemen mm. en um, die, die grens wordt, daar wordt nu over gesproken. En dan uh, kun je het kun je erover hebben van hoe, hoe hoog die moet zijn. Moet dat uh, 3000 euro zijn? Moet dat uh, 50.000 euro zijn? Moet dat 100.000 euro zijn? Wat is een, een, een limiet, een, een zinnige limiet? Daar, daar gaan nu, zijn nu discussies over. Um, alleen om een zinnige limiet te kunnen bepalen moet je natuurlijk wel weten wat je doel is. Want, ja, ja, precies. Anders is het lastig. Ja, precies. <laughs> ja, dat is het ingewikkeld in deze discussie. Weet je, na het een limiet lezen, wat was het doel van de limiet eigenlijk? En als het enige doel van de limiet is om een bankrun te voorkomen, dan is, het eigenlijk, is, dat, een, is dat een doel op zichzelf eigenlijk. Nou ja, ik en, en, dat, precies. Ik, ik vind dat het lastige hier. Dat eigenlijk, want ik vind ook dat, dat als je zo'n limiet gaat instellen, ik denk op lange termijn is dat uh, niet. Is nee, dat niet uit te leggen? Het is niet tijdsconsistent gewoon. Het is niet tijdsconsistent, nee, om, om een niet. aantal redenen. Ik denk omdat het de principale niet uit te leggen is aan mensen. Ze zeggen ja, er zit een limiet op, want uh, anders dan dan nee. uh, is het misschien bij de financiering van banken een probleem. Uh, hè, maar ook als je doel ja, uh, dus en ik denk daarom vind ik het belangrijk. Ik denk op lange termijn als je naar zo'n CBDC gaat, zal die een grotere rol krijgen. Zelfs als, we, als je begint met de limiet, hè, zal er over tijd politieke druk ontstaan. Hè, het Chicago-plan, euh, en, en er zal politieke druk ontstaan om die limiet eraf te halen. En, en daarom vind ik het zo belangrijk om nu al na te denken: oké, okay, hoe ziet het er dan uit als je de limiet eraf haalt? Want dan, en het belangrijke is dat je dan. Het interessante is, in het Centrale Bankland, nu die, die link met het Chicago-plan wordt eigenlijk niet zo gelegd. Hè, dus eigenlijk, ik zie het een beetje zo, de discussie nu over de limiet binnen het Centrale Bankland gaat er eigenlijk over de financiering van het hele financiële stelsel, banken in het bijzonder... daar willen we geen... dat, dat willen we niet aan het wankelen brengen. En hè, terecht. Maar ja, als je breder kijkt, een stap terug doet, gaat het ook over krediet. Hè? Want wat staat er tegenover de financiering van het financiële stelsel? Nou, aan de andere kant van de balans mm -hmm. staat krediet aan mm -hmm. de economie. Hè? Dus, en ik denk, voor de lange termijn discussie moet je die twee gaan verbinden. Ja. En moet je zeggen, van, nou, als we op lange termijn een CBDC hebben, zonder limiet... Nou, dan betekent dat wellicht hè, dat, uh, dat, dat die banken... dat daar iets gaat veranderen ja. in, in wat banken doen... en ja. hoe we krediet verlenen aan de economie. Ja. Laten we dan daarover nadenken. Ja, ja nee, zeker. Hè? Ja, uiteindelijk, het heeft zeker gevolgen voor de financiering van banken... en ook de hoeveelheid krediet die ze kunnen verstrekken. Maar dat is op zich, zeg maar, dat er niet over na is natuurlijk wel Michael Koem, of die dat Chicago Plan Revisited heeft. Die is wel de, ook de eerste bij een uh, westerse centrale bank... bij de Bank of England die een rapport heeft over ja. central bank digital currencies... Dus in die zin kun je zeggen, het komt toch ook wel een beetje uit die hoek. Het is ook een beetje of hij een soort van, nou ja, dit is een te grote stap, ik ga een tussenstap bedenken, heeft uh, geregeld. Ik denk dat sommige mensen het ook zo zien. Nee, nee zeker ja. Dus ik heb voor mijn proefstuk vrij veel mensen geïnterviewd. En dat maakt het dus nou, moeilijk. Ten eerste, wat is eigenlijk het probleem van het stelsel? Maar ook, zo je hebt voor zo'n CBDC, sommigen zien het ook inderdaad als een stap naar een ander systeem toe. Uh, anderen zien het inderdaad vooral als een, een betaalmiddel. Uh, sommigen zeggen dat het juist store of zou moeten zijn, Bijvoorbeeld, het is een oplopmiddel op van geld. Dus dat loopt allemaal door elkaar heen. Ook ja. binnen de centrale bank is er dus eigenlijk geen consensus over. Dus iedereen denkt daar verschillend over. Ja. Maar dan vind ik het eigenlijk, hè, in die situatie waarin er dus geen consensus is over wat je ermee wil, vind ik het eigenlijk heel. Nou, bijzonder dat, 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 het, dat we zo doorgaan met het ja, project en ja. dat het wel wordt uitgewerkt. Terwijl zo'n uiteenlopende doelstelling ja. met uiteenlopende consequenties ook. Ja, ja, zeker. Maar ik denk uiteindelijk dat het toch dat de politiek dan aan aanzet is en dat je daar moet over debatteren met elkaar. En wat ja. zijn dan zinvolle doelstellingen? Alleen daar zie je dus dat dat heel moeilijk op gang komt. Dat in Nederland is eigenlijk, uh, is eigenlijk degene die daar het meeste tijd in heeft gestoken en moeite voor heeft gedaan. Maar bij de andere partijen ziet dat er gewoon eh, niets tot vrijwel niets gebeurt. Ja, het probleem is, is hier natuurlijk dat het eh, enerzijds een heel technisch vraagstuk is. Maar anderzijds dat er eigenlijk, als je heel erg uitzoomt, dat heel veel dingen in verbinding kwamen, komen. Hè. Je noemt al de afhankelijkheid van banken, kapitaalmarkt, unie, eh, mm -hmm. noem je al krediet. Al dat soort dingen komt ja. eigenlijk allemaal bij elkaar. En je moet het eigenlijk allemaal geïntegreerd gaan debatteren. En dan ook nog in de wetenschap dat je het hier hebt over dingen die. Vanaf over tien jaar relevant zijn. En, en natuurlijk, over tien jaar zijn er een hoop mensen die vandaag de dag uh, op allerlei posities zitten, die zijn alweer ergens anders. Mm -hmm. Dus ja, hoeveel prioriteit heeft het om mm -hmm. over die lange termijn na te denken? Um, ja, misschien eerst Bos, of, uh, heb je daar een? Uh... Ja, nee, ja, ik denk dat, dat wat, wat ik net aangaf inderdaad, ik denk dat het belangrijk is om, 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 uh, om um, uh, de discussie concreet te proberen te maken. En uh, dus inderdaad te spreken over. Uh, hoe hoog zou een limiet moeten zijn? Ik denk dat, dat dan kan een discussie gaan leven. En dan kun je inderdaad ook um, nou, ik denk meer een breder uh, publiek debat gaan voeren. Um, maar dat is inderdaad nog, uh, dat, 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 is, dat is moeilijk. En wat zou je zelf opperen als limiet? Nou, ik zou, uh, ik zou zeggen dat uh, je, uh, als je het hebt over limiet, je tenminste uh, uh, salarissen moet kunnen ontvangen. Um, nou, dus dan, uh, uh, nou, laten we zeggen, als je kijkt naar de, de hoogste salarissen wil meenemen... Nou, dan moet je misschien uh, uh, moet je toch wel minstens 10.000 euro uh, kunnen ontvangen op zo'n rekening. Als, als dat niet kan, dan gaat het in zijn basisfunctionaliteit volgens mij al niet werken. Um, ik heb, je hoort ook wel eens mensen zeggen... Um, goh. Um, als we dan veilig geld hebben, hè, hebben we dan nog een depositogarantiestelsel ja. nodig. Want ja, ja, dan hebben we in plaats van dat ja. we zeggen... we hebben een rekening die we garanderen tot een bepaalde ja, hoogte... Ja. zeggen we nee, dat muntje in jouw digitale wallet, die digitale euro, die is gegarandeerd. Ja. Ja. En dan hoef je dus misschien ook geen depositogarantiestelsel meer te hebben. Dus die link wordt wel eens gelegd, dan heb je dus over 100.000 euro, geloof ik nu... Ja. is het depositogarantiestelsel. Dus dan zou je een limiet willen van 100.000 euro. Um, nou ja, en als je kijkt naar uh, uh, ik geloof dat we, we 300, 300, miljoen, uh, 300 miljoen inwoners in, uh, in Europa. Als die allemaal bankrekening zouden hebben, zoals ze natuurlijk niet hebben, en allemaal uh, 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 10.000 euro gaan, uh, gaan opnemen, nou, dan kom je, op, uh, kom, je, kom je natuurlijk best wel, best wel significante bedragen, maar uh, volgens mij niet in de sferen dat je dan in één keer uh, um, laat zeggen alle financiering bij de banken weghaalt. Dus, ja. maar dat, dat, dat soort discussies moet je voeren, denk ik, uh, over wat is, wat is een hoogte en, uh, en wat moet het minimaal kunnen om, uh, om levensvatbaar te zijn. Ja, ik nou, ga... Limiet, limiet ga ik je noemen? Ik ga geen limiet noemen. Ik <laughs> uh, er dus om, tegen. Om, omdat ik eigenlijk, nou ja, <laughs> omdat ik dus vind van ja, dat, dat hangt er vanaf wat je ermee wil. Ja, ja, ja. He, en uh, dat, dat hangt er ook vanaf, he, want... want ja. uh, Hè, hoge limiet, ja, het, het opent allerlei interessante discussies. Misschien wel het depositogarantiestelsel weg. Uh, dat is precies die lange termijn discussie. Dan worden banken misschien wel meer beleggingsfondsen. Ja. En er wordt, dan heb je een risicovrije betaalrekening bij de centrale bank en een, ja. een investeringsrekening bij commerciële instellingen. Dat is natuurlijk een, een hele Interessante opzet van het financiële stelsel waar je over na kan denken. Ja. Maar dan moet je wel. Ja, nee, zeker, maar ik ben het met je eens. Als je t, zeg maar die doelstellingen van die centrale banken. dan gaat het altijd over financiële inclusie. altijd betaalgerelateerde dingen. dan een beetje monetaire soevereiniteit. en dan soms nog een beetje innovatie. Dus in, nou, distributie, ledger ja. technology, daar kun je iets mee. Maar uiteindelijk, als je gewoon naar de structuur van de markt gaat kijken. waar dus ook heel erg dat Chicago-plan over ging. van hoe moet het eigenlijk georganiseerd zijn? Dat ontbreekt helemaal. En in die zin denk ik dus dat een doelstelling op zich zou kunnen zijn het liberaliseren van banken. Dus dat betekent dat je nou in ieder geval misschien de deposit- en misschien de lender- of last-soort-functie anders gaat, gaat invullen. Dat je ook een andere vorm van regulering krijgt van banken, daar zou wel dan de win zijn: een herregulering ervan, veel simpeler eigenlijk. Maar dan moet dat, moet dat inderdaad de doelstelling zijn. En dan zou je kunnen zeggen: als dat de doelstelling is, dan gaan we een stappenplan, dan doen we de li limieten omhoog, TKS naar beneden. Dan weet iedereen waar die, waar die op kan wachten. En zo zijn natuurlijk heel veel sectoren zijn zo geliberaliseerd. Dan heb je een soort transitiepot. Dan moet je in één jaar doen, moet je in tien jaar doen. Ja. Nee, precies, maar dan heb je, dan heb je een ander gesprek. Ja. En dat is ja, ja. een andere insteek uh, ja. dan je nu ja, hebt. Gesprek. En één ding hè, over de limiet, uh, wat ik wel kwijt wil. Ik denk, als je dan toch. Hè, want die discussie die is er gewoon in de praktijk. En die gaan we niet uh, terzijde schuiven. Hè, die discussie over de limiet, als je toch wil kijken van nou, hoe kunnen we de omvang beperken, dan moet je wat mij betreft niet kijken. Of eigenlijk. Juridische limieten hebben beperkingen. Dus een, een, een limiet opgelegd bij wet... Hè, is uiteindelijk ergens in de softwarecode van het digitale euro... staat dan 3000 of 10.000. Mm. En, mm. en ja, daar weet je van... niet tijdsconsistent zoals jij dat zei net... Uh, want op een gegeven moment dan ontstaat de druk... jongens, zet er eens een nulletje bij. Uh, dus ik denk als je het gebruik... op een of andere manier zou willen beperken... moet je dat op een of andere manier inbouwen in het design. Hè? Dus je moet, je moet zorgen dat mensen... Ja, dat, het niet, dat het dan niet aantrekkelijk is voor mensen mm. om al hun spaargeld erop te zetten. En mm. ja, en ja, misschien is één manier om het. Uh, 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 nou, we hadden vroeger, twintig jaar geleden, de chipknip. Uh, 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 dus geld op je pasje. En als je pasje kwijt was, dan uh, ja, geld weg. Het nou, is ja, dus niet voor niks geen succes geworden. die <laughs> pleit voor het systeem wel even. Nou, te te kijk, maken. maar je, ja. we zitten tegenwoordig natuurlijk met smartphones. Dat is natuurlijk een van de redenen dat het geen succes werd. Omdat je nooit enig idee had hoeveel er op stond. Maar als jij centrale bankgeld hebt wat. Op jouw smartphone staat, tokens op een smartphone of op een ander device, een USB-stick of wat dan ook. En uh, dat als je weet van nou als ik mijn smartphone kwijtraak, is mijn geld weg. Ja, dan kijk je wel uit om daar al je spaargeld op te zetten. Dus dat zou een manier kunnen zijn om te zeggen: van nou, als we inderdaad het gebruik willen beperken, dan bouwen we dat in in het design. Dat zou overigens terzijde ook nog voordeel hebben dat volgens mij offline betalingen makkelijker zijn. Je klik twee smartphones mm. met NFC-technologie, met die draadloze chip klikjes hmm. tegen elkaar. Hè, dus ik zoek het meer dan in van... Ja, hoe, ja, hoe kan je het ontwerpen... Dat het, dat het inderdaad niet aantrekkelijk zou worden... als een, uh, als een spaarmiddel. Gegeven even de, dat, dat dat het doel is. Ja, weet. ja, de, Daar, die discussie. Vies, maar je, die, 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 uh, die Italiaanse uh, lid van de ECB... die gaf laatst ook een speech... dat ze aan het ontwikkelen zijn... Wat wel succesvol moet zijn, maar niet, niet te, succesvol, te succesvol. Maar dat ja. is inderdaad de paradox in dat ze willen iets eigenlijk heel goed maar ook niet te goed, want anders. En is en ook dat is natuurlijk een onmogelijke. Ja, nee, dat dat is over, dat, precies, ja. dat is onmogelijk, ja, zeker. Nou ja, en zelf heb ik die Miguel Fernández Ordóñez, die voormalig voorzitter van de Spaanse Centrale Bank, die praat over een limited CBDC en een full CBDC. En eigenlijk, hij ziet het dus als een stap naar iets anders. Hij zegt, als het er is, nou precies, dan krijg je dan mensen de voordelen ervan van gaan inzien dat het ook waarschijnlijk niet tijdsconsistent consistent is. En dan zullen het de debat ook anders worden. Maar dan is wel het goed dat de wetten en de technieken zijn al ontwikkeld. Ik zie zelf, lijkt me dat best een realistisch proces dat dat zo zal gaan de komende jaren. En dat is eigenlijk jammer, ik ben ik het ook eigenlijk met je eens dat je liever nu zou de doelstelling bepalen. Dat je weet waar je heen bouwt. Maar nu wordt het toch een soort van vooruit gerommeld, eigenlijk. Ja, nou, enerzijds denk ik dat het ook. Um... Ook een, een, een stapje terug is hè? in de zin van, uh, dus, dus niet een, een stap zeg maar voorwaarts naar onbekend terrein, mm -hmm. maar ook wel een stap, maar meer eerder een stap terug is naar uh, goh, we, herst we herstellen toch even een, uh, we herstellen een, een, een laat zeggen, monetaire organisatie die al, al heel, heel oud is. Um, want uh, wat, ik, wat ik net schetste van in de jaren zeventig mm. was, 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 was 99% van de betalingen was retail. En uh, ergens, als je het hebt over he, heb keuzes maken en, 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 en doelstellingen. ergens in de afgelopen 20, 30 jaar is blijkbaar besloten dat het oké okay is dat dat hele marktaandeel verdwijnt. He, dat, dat, is, dat is blijkbaar. Ja. Gezegd, ja, dat we zeggen dat is oké. Okay. En nu, nu denk ik dat we dan zeggen: ja, maar goed, dat is misschien toch problematisch. En dan is het dus niet zo dat, we, dat er iets heel nieuws komt, maar dat we meer zeggen: van, ja, wacht even. Uh, Um, he, die, 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 dat publieke geld had toch wel een functie. Dat had, was toch wel ergens goed voor. En um, laten, laten we yeah. dat herstellen. Eerder dan laten we zeggen, een heel whole new world uh, creëren: teunus? Ja. Zie je het als het euh, terug naar het verleden of juist... Euh... Nou, ja, kijk, euh, euh, terug naar het verleden. Er, er, zit natuurlijk al, er zitten fluctuaties mm. in, uh, hè, de pendule gaat een beetje heen en weer. Uh, dat is zo. Hè. Ja, ik denk wel, we zitten nu waar we nu zijn. En, en ja, ik zie vooral van, ja, uh, waar we ook naartoe gaan... Hè, als je het over grotere systeemveranderingen hebt... moet je dat het liefst, wat mij betreft, goed uh, doordenken. Hè. Want het, het gevaar is, als, je het, uh, na het, als we onszelf erin rommelen... He, is dat we onderweg toch onverwachte uh, dingen tegenkomen waar we eigenlijk niet op zitten te wachten? Uh, he, onverwachte instabiliteit, onverwachte kosten. Uh, he, en, en daarom denk ik dat het toch belangrijk is om, om dat debat expliciet uh, te voeren. Oké, okay, nou laten we nog even gaan naar dat verdere ontwikkelproces, hoe dat eruit zou moeten zien. En het is dus inderdaad ingewikkeld, want er lopen dus verschillende dingen door elkaar. Iets politiek, iets technisch, iets juridisch, iets bij centrale banken wat uh, gebeurt. En. Um, Jij geeft er ook namens de ING input op dat proces. Misschien is het goed om daarmee te beginnen. W hoe dat werkt eigenlijk? Hoe gaat dat? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat hè, de ECB is al een tijdje bezig hè, met, uh, met, met onderzoek. En dat begint dan een beetje met uh, wetenschappelijk onderzoek, papers schrijven. En eigenlijk sinds, sinds dit jaar is de ECB ook echt met een technisch operationeel project bezig. En zijn ze dus echt aan het kijken van, nou, hoe, hoe moet dat ding... Hoe zou het er in de praktijk uit kunnen zien? Hè? Want officieel is er nog een onderzoeksfase die dan tot eind 2023 loopt. En eind 2023 gaat uh, de ECB, de, de Governing Council, uh, dus de raad waarin ook Klaas Knot zit, uh, die gaat dan officieel een beslissing nemen. Gaan we het nou doen, ja of nee? Mm. En dan gaan ze hem echt ontwikkelen. En zou die dan misschien in 2026 uh, 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 ingevoerd worden? Uh, dus de ECB zit in een onderzoeksfase die, die uh, nou, heeft zelf ook... ...vorig jaar al een consultatie uitgeschreven... ...dus dan publiceren ze gewoon een vragenlijst... ...op de website, ja. kan iedereen op reageren... Ja. Uh, ...ze zoeken nu ook steeds meer... ...het gesprek met, met marktpartijen... Uh, ...daarnaast... ...is ook de Europese Commissie... ...nu aan de slag gegaan, hè, want de ECB kijkt... ...dus technisch operationeel, maar er is ook... ...geconstateerd van ja, joh, er moet wel... ...het juridische raamwerk moet wel... ...mee ontwikkelen, moet wel ruimte bieden... ...voor een digitale euro, en misschien... ...is dat nu wel niet het geval... Die vraag is eigenlijk nog niet helemaal beantwoord. Uh, hè, dus de, de Europese Commissie heeft op dit moment een consultatie uh, lopen. Uh, nou ja, die sluit binnenkort. Uh, uh, is waarschijnlijk al gesloten op het moment dat uh, mensen deze video kijken. Uh, en waarin eigenlijk allerlei vragen gesteld worden aan marktpartijen van nou, welke wetgeving denk je dat hier van toepassing zou moeten zijn? Uh, zou de digitale euro wettig betaalmiddel moeten zijn? Ja. Uh, wat komt daar dan bij kijken? Uh, nou ja, daar, daar reageren marktpartijen op, uh, ING ook. En dan gaat de Europese Commissie nou, gaat al die feedback bekijken en komen dan begin volgend jaar met een voorstel voor het uh, juridisch raamwerk. En dat ligt dan in Brussel. En dat is dan het moment dat uh, in het Brusselse proces op gang komt, waarbij dus het Europees Parlement ook uh, zijn visie gaat geven en ook de nationale regeringen. Uh, dat zal in dit geval via de ministers van Financiën lopen. En dat is ook het moment natuurlijk dat die minister van Financiën, die vertegenwoordigen dan het standpunt van hun nationale regering, wat mm -hmm. natuurlijk dan getoetst is bij nationale parlementen. Maar ja. dat is, ligt allemaal dus vanaf 2023. Mm -hmm. Maar dan is er nog steeds geen duidelijkheid over de doelstellingen. Um, nee, kijk wat je. Hè, de ECB is technisch operationeel bezig eigenlijk. Je ziet de Europese Commissie stelt wel een aantal vragen in die consultatie, die wel eigenlijk een beetje ook. Komen in de richting van welke doelen uh, mm -hmm. zijn nou eigenlijk belangrijk? Mm -hmm. uh, kan een digitale euro een rol spelen tegen uh, big tech stablecoins? Uh, nou, dus, dus er worden wel dat soort vragen gesteld. Maar ik heb ook niet het gevoel dat de Europese Commissie nu van het, haar positie acht om uh, die beslissing te maken over die doelstelling. Nou, dus er is een beetje een vacuüm daar. Nee, je ziet dat de commissie doet dat niet. Uh, nou, er is eigenlijk vanuit het Europese Parlement nog weinig discussie daarover en ja, ook nationaal. Hè, nou, in Nederland hebben we natuurlijk al een rapport gehad van de rapporteurs. Uh, nu twee jaar ja, geleden uitgehaald. Komt uit mijn er hoofd. binnenkort nog een? Volgens mij. Komt er, binnenkort, ja. uh, komt er weer een. Dus in die zin wordt die discussie wel degelijk uh, gezocht. Maar ik denk in, hè, in de, de lijst van politieke discussies die die we hebben, dat geldt voor Nederland, dat geldt voor andere landen, staat dit niet hoog op de agenda, denk ik. Mm, eens. En misschien zou het wel ietsje hoger moeten staan. Ja, de AFM, is de AVM erbij betrokken, Bas? Um, we zijn uh, geïnformeerd. We zijn niet, uh, niet heel actief uh, daarin. Um, maar wel nieuwsgierig natuurlijk, want het zijn uh, gro toch grote, uh, grote vragen. En uh, um, met mogelijk grote gevolgen voor het systeeminrichting en uh, allerlei verhoudingen. Um, dus, um, maar, maar vanuit, uh, vanuit uh, zeg maar. Als je kijkt naar de, de, de politieke discussies die er dan uh, aankomen, denk ik ja, nogmaals dat je dan uh, toch een heel concreet moet blijven maken en zeggen van nou, wat, wat is de limiet en waarom? En ik denk dat het al een beetje gespecificeerd is in de plannen nu, hè, dat, dat men zegt we gaan naar retail en dat was uh, de Centrale Bank van Zweden was daar ook altijd heel erg uh, op, hè. die zeiden, ja, wij ontwikkelen en we hebben gekozen voor retail. En dan is ook altijd de vraag van zou je niet een wholesale uh, uh, munt moeten gaan, uh, juist een wholesale munt moeten gaan doen. Goed, daar zijn dus bepaalde afslagen al, al genomen. Um, en, um, en die wijzen, wat mij betreft, toch wel op um, ja, laten we zeggen, een, 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 de vergelijking met het, het oude munt- en briefgeld. Um, dus, dus de grootzakelijke transacties die verliepen die nooit via publiek geld. En die zal, daar zal men, zal, dat zal ook niet, niet het doel zijn van de munt. Um, Alleen inderdaad, dan, en dan zal dan vanuit het voorstel blijken, moeten, denk ik, ook moeten blijken. Kijk, op het moment dat jij een limiet uh, van 50 euro zet uh, op, uh, op het A, hè, dan, dan, dan blijkt daar ook wel een bepaalde doelstelling uit. Hè. Dan is het, uh, ik noem maar wat, uh, de, 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 de chipknip, uh, uh, chipknip idee. Um, en, 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 en afhankelijk dus van die limiet, denk ik, kom je er ook uit op een doelstelling. Maar het zou mooi zijn als dat inderdaad wat, uh, wat op, tegen die tijd wat uh, explicieter en duidelijker is. Wat de verschillende overwegingen zijn rondom de, rondom de limiet. Maar ik zit er wat verder vanaf. Ik, ik, ik ben dus vooral vanuit mijn, vanuit mijn promotieonderzoek uh, met het onderwerp bezig. Um, en dat, dat zit dan ook nog wel heel erg op het juridisch-historische uh, juridisch -historische kant ervan. Dus uh, nee, wat, wat, er, wat er nu de ledenst is, en, uh, daar, dat weet ik eerlijk gezegd uh, veel minder goed. Dus jij zegt eigenlijk wat politici moeten doen... is een concrete limiet bediscussiëren... en daaraan hangen wat dan de doelstelling is. Die, die twee horen eigenlijk in jouw ogen bij elkaar. Die twee horen bij elkaar ja. inderdaad. Op het moment dat jij... Kijk, en ik denk dat naast limiet zijn er namelijk ook alternatieven. Hè? Ik bedoel, er zijn uh, modellen... Waar, en er worden ook heel, heel veel gebruikt... Hè? in, de, in, in, in de, de financiering van, uh, van uh, de securities financing, zeg maar... Uh, waarbij onderpand wordt gestort bij de centrale bank... en dan leent de centrale bank uit... Dat is eigenlijk een soort vorm van onderpandfinanciering. Eigenlijk heel veel effecten, kredieten en zo, hè? dat soort ja. dingen. Dat, dat, dat is natuurlijk ook een middel tegen een bankrun. Hè? Op het moment dat er alleen maar een liquiditeitsprobleem is, geen, uh, geen solvabiliteitsprobleem, dan kun je natuurlijk gewoon stukken parkeren bij, uh, bij de bank en, en lenen. Dus dat hoeft niet per se te gaan via een limiet. Uh, dus die keuze voor een limiet is ook al een, een, een keuze op zich. Ja. En dan kun je ook afvragen inderdaad, wat daar dan de doelstelling van ja. is. Um, maar inderdaad, ja, dus die, dat, dat, dat Er de, de, de leven veel vragen uh, en die zullen concreet moeten worden voordat het uh, uh, straks in, uh, in Brussel uh, komt. <laughs> We zullen moeten, gaat dat lukken, tegen. Uh, ja, het, het, poeh, ik heb geen kristallenbol, maar ik, ik constateer wel dat het, het project heeft veel momentum hè, uh, in de centrale bankwereld, uh, in Brussel. Uh, hè, de, dus die trein die rijdt mm. uh, en die rijdt inderdaad in ieder geval in de retail richting, uh, dat, dat sowieso. Hè, en er zijn ook best al... Concrete ideeën over, de, over een limiet inderdaad. Dus je ziet dat het project heeft een bepaalde richting gekozen. En natuurlijk hoe langer die trein rijdt, hoe moeilijker het wordt om dat project bij te sturen. Want ja. dingen krijgen gewoon hun eigen, hun, hun eigen momentum wat dat betreft. Dus ik denk wel, ja, hoe, hoe eerder je een discussie kan, kan, kan aanzwengelen over bredere doelstellingen, hoe beter. Ja, maar bijvoorbeeld binnen ING, wordt daar dan ook gediscussieerd? Dus jij bent dan degene die betrokken is, meestal ook dat men, mensen die, die gewoon hoog in de boom zitten, daar zich mee bemoeien? Van dit, uh, de... er is, kijk, het, het raakt binnen een bank, het raakt allerlei kanten ja, van de bank. Hè? Ja. Dus het raakt inderdaad het balansmanagement van dag tot dag, ja. het raakt uh, het betalingsverkeer, uh, maar het raakt ook breder uh, uh, ja, de klantinteractie van een bank, hè? want... Uh, nou ja, ik, ik noemde eerder al, stel dat straks inderdaad ook Facebook een, een digitale euro-wallet gaat aanbieden, maar ook Coinbase en cryptobedrijven. Uh, ja, dat, dat is voor banken, ja, dan moet de bank wel even opletten. Van ja, we krijgen dus meer concurrenten. Dus het raakt ook inderdaad mensen die met marketing bezig zijn en met het bouwen van apps. Dus, en discussies spelen zich ook af ja, breed binnen de bank. Uh, en variëren enerzijds van inderdaad, oké, okay, concreet, ja, wat, wat is de impact op balansmanagement? En dan heb je het eigenlijk al over technische operationele mm. uh, discussies. Tot inderdaad, heel andere kant, ja, wat zijn de strategische implicaties? En dan wordt het in een bredere context geplaatst van, ja, die big tech bedrijven komen sowieso op. Ja. Hè? Ik bedoel, yeah. zonder of met een digitale euro. He, dus, dus die bredere strategische discussies, ja, daar is de digitale euro dan één onderdeel van. Dus ja. het is echt een breed palet aan uh, ja, waar dit onderwerp in past. Hm. Dankjewel heren, voor dit gesprek. Graag is nou. ja, gedaan. Thanks.